Vandaag hebben we Bell sportgerichte helm bij ons en dat is de Bell Star Deluxe MIPS, die zich net onder de RaceStar Flex positioneert. Blijf zeker kijken om te weten te komen wat deze helm ons nog allemaal te bieden heeft. En nadat we alles besproken hebben, gaan we de helm testen op de weg met ons verschillend meetapparatuur, waardoor we de feiten kunnen tonen in plaats van allerlei nietszeggende meningen. De Bell Star Deluxe MIPS is een premium sportgerichte helm van Amerikaanse helmfabrikant Bell. Wat de Star Deluxe MIPS onderscheidt van de rest is zijn MIPS-schaal die een zeer goede bescherming biedt. Als je echter een helm zoekt met een nog hogere bescherming, dan is de Bell RaceStar Flex misschien wel iets voor jou, die met zijn flex-systeem je een hoogwaardige bescherming biedt bij verschillende snelheden. De Star Deluxe MIPS begint tegen een adviesprijs van ongeveer 500 euro, waardoor die zal concurreren met de Shark Spartan GT Carbon, de Shoei GT Air 2, de HSC Alpha 70 Carbon, de Arai Profile V, de AGV K6 en de Scorpion XO 1400R. Vergeet je allereerst zeker niet te abonneren op ons YouTube-kanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste motorhelmen en kleding. Abonneren kan je simpel door op de rode abonneerknop te drukken en je kan ook altijd een notificatiebel aantikken om niets te missen. De schaal van de Bell Star Deluxe MIPS is gemaakt van Bell's Tri-Matrix schaalconstructie, een composiet van aramide, carbon en glasvezel. Dit zorgt niet alleen voor een sterke schaal, maar ook een licht gewicht. Het toppunt van deze helm is toch wel dat deze beschikt over wel 6 schaalmaten. Dit is zeer uitzonderlijk en zeker een pluspunt, want hoe meer schaalmaten je hebt, hoe compacter de helm zit. Dit heeft als gevolg dat er minder onnodig materiaal gebruikt wordt en de helm dus ook lichter is. Bovendien ziet de compacte helm er ook beter uit. Naast het MIPS-systeem, waar we later verder op ingaan, is de helm ECE 2205 gecertificeerd en scoort hij 5 op 5 sterren in Sharps veiligheidstest. Toen we de helm wogen, kwamen we uit op een gewicht van 1525 gram in de maat medium. Het vizier is Bell's eigen Panavision Optical Klasse 1 vizier. Deze biedt je een breed gezichtsveld en door middel van de speciale uitsparingen worden visuele vervormingen vermeden. Verder is het vizier Pinoclens voorbereid en deze wordt meegeleverd in de doos. De Pinoclens kleef je langs de binnenzijde van je vizier, waardoor het functioneert als dubbel glas. En een Pinoclens heeft als grote voordeel dat je vizier niet beslaat. Ook wordt de helm geleverd met een extra dark smoke vizier. Door middel van het quick release systeem kan je het vizier met één druk op de knop verwijderen. Voor ventilatie beschikt de Bellstar over hetzelfde Velocity Flow systeem als de RaceStar helm. Dit betekent dat je een grote verstelbare ventilatieopening hebt op het kinstuk met wel 4 inlaten. Op het voorhoofd bevinden er zich ook 4 ventilatieopeningen die je kan openen of sluiten en we hebben nog een extra opening bovenop. Al de warme lucht kan daarna ontsnappen onderuit de spoiler achterop. Ten slotte komen we bij de voering en deze bestaat uit X-Static XT2 zilveren voering die verwijderbaar, wasbaar en antibacterieel is. De wangkussens zijn voorbereid op mensen met een brul wat onaangename drukpunten voorkomt en om de helm te sluiten hebben we een dubbel dekinriem. Als we de voering willen verwijderen moeten we eerst de wangkussens verwijderen die bevestigd zijn met drukknoppen. Eens deze eruit zijn kan je het bovenste gedeelte van de voering verwijderen. Nu deze eruit is kun je de nekrol verwijderen die tussen de helm en EPS schaal bevestigd is. Eens de voering eruit is kunnen we de binnenzijde van de helm bekijken en hier bevindt zich het MIPS systeem. Dit is een geavanceerd systeem dat zodanig is ontworpen om de impact beter op te vangen en doordat de verschillende lagen over elkaar schuiven biedt hij een betere impact bij een zijdelingse aanrijding. Het is dus goed dat Bell deze aan de helm heeft toegevoegd, want dit verbetert de algehele veiligheid van de helm. Verder kunnen we de EPS-kanalen zien die zorgen voor een goede luchtdoorstroom en dat hij is voorbereid op een communicatiesysteem. Nu we alles besproken hebben, kunnen we beginnen aan onze lang verwachte rijtest. Eerst zal ik even snel de instrumenten die we gebruiken om onze gegevens te verzamelen uitleggen. Aan de linkerkant op het stuur is een witte thermometer bevestigd die verbonden is met een sensor aan de binnenkant van de helm. De sensor zit aan de bovenkant van het hoofd van onze rijder om zo de interne temperatuur van de helm te meten gedurende de hele rit. In het midden bovenaan hebben we een decibelmeter. Die is aangesloten op een sensor die tegen het oor zit van onze rijder. We zien het geluidsniveau in de helm. Rechts zie je de windsnelheid op de telefoon. Deze is aangesloten op een windmeter die aan de voorkant van de motor zit. Verder zie je op het telefoonscherm ook de buitentemperatuur. Op het scherm van de motor zelf zie je de snelheid in kilometer per uur. Zoals altijd testen we onze helmen tegen een snelheid van 130 km per uur op lange stukken op de snelweg. Toen we de Bell Star testen, hadden we een buitentemperatuur van 14 graden Celsius met een windsnelheid tussen de 120 en 130 km per uur. Dankzij de talloze ventilatieopeningen doet de Bell Star Deluxe het zeer goed met een binnentemperatuur van 13 graden Celsius, wat 1 graden koeler is dan de buitentemperatuur.
Vergeleken met zijn concurrenten kunnen we zien dat de Shark Spartan GT Carbon, de Shoei GT R2 en de AGV K6 een binnentemperatuur hadden die warmer was dan de buitentemperatuur. En de HSC Alpha 70 Carbon doet het goed met geen verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur. Maar dan, met een binnentemperatuur van 1 graden koeler doet de Bellstar Mips het zeer goed en komt hij bovenaan te staan. Dit is dan ook geen verrassing, want hij is ontworpen met de Bell Raystar in gedachte die speciaal ontworpen is om je een goede luchtdoorstroom te bieden. Qua geluid meten we een waarde van 101 decibel, wat een zeer goed resultaat is voor een sporttoerhelm. En hierdoor presteert hij gelijkwaardig aan de AGV K6, waar we ook 101 decibel meten. Als we deze dan vergelijken met de Shark Spartan GT Carbon, doet Bell het beter met 1 decibel verschil en behaalde hij een beter resultaat dan de Raystar, waar we een waarde van 103 decibel meten. Dit komt vooral omdat racehelmen niet ontworpen zijn om stil te zijn en dit wetende dragen de meeste rijders oortjes op het circuit. Ook al scoorde de Bellstar een mooie 101 decibel, de HSC Alpha 70 Carbon en de Shoei GT R2 doen het beter met een waarde van 97 decibel. Dit maakt ze de stilste sporttoerhelmen die we tot nu toe getest hebben. Tijdens de test vond onze testrijder dat het Panovision vizier je een goed gezichtsveld bood en dat de helm goed ventileerde. Over het algemeen was hij sterk verrast omdat hij het niet alleen goed doet qua gezichtsveld en ventilatie, maar ook qua geluid en comfort. Hierdoor vinkt hij alle vakjes aan bij de zoektocht naar een goede sporttoerhelm. Nu we al onze gegevens verzameld hebben, kunnen we kijken hoeveel sterren hij scoort in onze Champion Helm met sterrenrating. Voor materiaal, met zijn glasvezel, composieten schaal en 4 schaammaten, scoort hij een verdiende 4,5 sterren. Dit materiaal resuleert in een gewicht van 1525 gram in de maat medium, waardoor hij 4 sterren scoort. Het vizier is pinoclens voorbereid en deze wordt meegeleverd in de doos. En het vizier beschikt over een quick release systeem, waardoor hij hier nog eens 4 sterren scoort. Met een binnentemperatuur die 1 graden koeler is dan de buitentemperatuur, doet de Bellstar het zeer goed en dit levert hem de volle 5 sterren op. Voor geluid, met een waarde van 101 decibel, scoort hij een mooie 3 sterren en dankzij zijn verrassend comfortabele voering scoort hij er 4. Beginnend bij een adviesprijs van 500 euro betaal je 20 euro per verdiende ster en in het totaal scoort hij 4 sterren. Hoewel hij luider was dan zijn concurrenten, zal hij zich dankzij zijn andere kwaliteitsfuncties positioneren naast de Shoei GT R2, de AGV K6 en de HSC Alpha 70 Carbon. Als de Bellstar Mips Deluxe iets voor jou is, neem dan zeker een kijkje in onze webshop championhelmets.com voor de laagste prijsgarantie en mooie kortingen in de productbundels. Zo hebben we bundels beschikbaar met een extra vizier of communicatiesysteem. En als je nog verdere vragen of hulp bij bestelling nodig hebt, dan zitten onze productexperts voor u klaar in onze live chat. Hoewel de Bellstar Deluxe Mips niet zo sportief is als de Raystar, biedt deze alsnog een sportieve look met sportgerichte bescherming. Dit heeft de helm grotendeels te danken aan zijn Mips-systeem die de bescherming naar een hogere level brengt. Laat ons weten in de comments wat jij van deze helm vindt en vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal waar je meerdere tests kan bekijken waar we als enigste in ons vak de feiten tonen in plaats van allerlei nietszeggende meningen. Ik ben Joni van Champion Helmets en tot de volgende keer!